Het historisch hart van Lelystad ligt op het Werkeiland. Dat is de titel van een nieuw boek van Lelystedeling Ton Colijn. Het Werkeiland was de plek van waaruit gewerkt werd aan de dijk rond oostelijk Flevoland. En dat lag dus helemaal aan het begin van Lelystad. We hebben het dan over de jaren 50. Ton tekende verhalen en anekdotes op van die bijzondere plek en die bijzondere tijd. Ja, we hebben contact met Ton. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, je bent zelf in 2019 op het Werkeiland komen wonen. Was je nou eigenlijk meteen gegrepen door de verhalen? Ja, eigenlijk wel vrij snel. Kijk, toen we het huis kochten, dat bleek het huis van de havenmeester te zijn. En de vrouw waarvan het kochten, die was getrouwd met de havenmeester. De man is vrij jong overleden, alweer 40 jaar terug. Maar ze vertelde wel het een en het ander. We zijn ook rondgeleid door haar dochter, door het huis. Die heeft ook heel veel verteld uit haar jeugd. En dat interesseerde ons wel. En het huis ligt zo mooi aan het Markermeer dat we dat we het wilden kopen. Dus hebben we het uiteindelijk gedaan. Toen we hier woonden, kwamen er in het voorjaar wat oudere mensen langs. Die stonden achter in de tuin of achter de tuin en raakten we mee in gesprek. En die vertelden, die bleken dus hier al een tijdje te wonen. Er was ook één echtpaar bij waarvan de vrouw als dochter van de eerste havenmeester al in 1955 hier was komen wonen met haar ouders en haar zus. Dus die kende dat huis ook heel goed van vroeger. Ja, en toen dacht ik van, god, dat is allemaal heel interessant. Dus ik heb die mensen uitgenodigd. Die hebben een hele middag in de tuin gezeten. Er was ook meneer Meuleman, machinist geweest op het Wortmangemaal. Woont al vanaf 1961 in hetzelfde rijtje als wij. In het een en dezelfde huis. En die wist natuurlijk ook heel veel te vertellen. Ja, nou is het zo dat het Werkeiland, dat daaraan werd gewerkt, van daaruit aan de polder werd er gewerkt. Het is nu een deel van Lelystad Haven. Jij bent van huis uit planoloog en geen historicus. En toch wilde je het op gaan schrijven. Nou ja, als planoloog ben je natuurlijk wel geïnteresseerd in hoe een gebied zich heeft ontwikkeld. Hoe de mensen daar woonden, hoe ze daar geleefd hebben. Ja, er zit toch ook altijd nog. Ik ben onderzoeker, planologisch onderzoeker van oorsprong. Mm-hmm. En sociologisch onderzoek past daarbij. Dus ja, dan raak je steeds verder geïnteresseerd. Je leest van alles. Er was een boek van Dr. Beekjes, de eerste huisarts. Dus 92 is dat verschenen. Dat heb ik gelezen. En zo ben je wel gepakt. En zo ga je steeds verder. Ja, hoe kwam je verder aan je verhalen? Door iedereen die je spreekt, de vraag van, goh, weet je nog iemand die mij wat het een en ander kan vertellen? En er valt altijd wel een naam uit, meer namen. En zo ga je steeds verder. Ik heb zelf ook mensen benaderd, met name van de gemeente. Bestuurders, oud-bestuurders. Evert Vermeer, die een van de eerste wethouders van Lelystad was, heb ik ook gesproken. Chris Leeuwen, oud-burgemeester. En die weten ook veel te vertellen van, dan niet zozeer van het Werkeiland zelf, maar wel over Lelystad, hoe het door de jaren heen is gegaan. En dat kan je dus ook mooi op elkaar passen. Heb je nou het gevoel dat jij in Lelystad woont of in een dorp? Ik maak zelf wel onderscheid, en dat merk je ook uit de verhalen, tussen het Werkeiland en de rest van Lelystad. De rest van Lelystad noem ik Lelystad in de polder. Mm-hmm. Mensen die hier ook lang wonen, die hebben het ook over op Lelystad wonen, net zoals op Urk wonen. En mensen die in het polderdeel wonen, die wonen allemaal in Lelystad. Nou zeg ik zelf ook hoor, dat ik in Lelystad woon, maar goed, ik ben te vers hier. Maar je merkt wel dat je hier toch in een wat aparter gedeelte van de rest zit. Je moet toch minstens 5 minuten fietsen, wil je bij de Jumbo komen. Dus dat scheelt ook alweer. Ja, je hebt dus ontzettend veel mensen gesproken, ontzettend veel verhalen gehoord. Wat is nou een verhaal dat jou echt bijblijft? Oh, er zijn er zoveel. Kijk, ik heb vanochtend aantekening gemaakt van alle anekdotes. Nou, moet je kijken. Ja, twee papiertjes vol, ja. Ja, maar eigenlijk wat me het meest bijgebleven is de hechte gemeenschap die het ooit was. Vooral in de tijd dat het nog echt een eiland was, alleen maar met de boot bereikbaar. Dat is uiteraard veranderd toen de Knardijk klaar was. Toen kon je hier met de auto komen. Dan werden mensen ook op zondag overspoeld door nieuwsgierige mensen. Maar het was een hechte gemeenschap die elkaar altijd hielp, altijd voor elkaar klaar stond. Veel wist ook al van elkaar, dat ook. Ja, mooi. Nou schreef je eerder al een boek over Rotterdam en nu dus over het Werkeiland in Lelystad. Wat heb je eigenlijk nog meer in de planning staan? Weet ik niet.
Kijk, dit is nu klaar. Ik denk wel over wat ik verder zal gaan doen. Maar het blijkt ook, je moet je boek ook promoten, verder brengen. Dus daar ben ik ook nu druk mee bezig. Kijk je nu met... Ja, je vond het natuurlijk al een prachtige plek. Je bent er met veel plezier gaan wonen. Kijk je na al die verhalen die je hebt gehoord nu met andere ogen naar het werkeiland? Ja, dat kan ook niet anders. Want voor die tijd kende ik het ook helemaal niet. We zijn hier terechtgekomen omdat we het huis te koop zagen staan. Het stond op Funda. Zo is onze interesse gewekt. De ligging aan het water. En toen we hiermee bezig waren, toen kwam ik erachter wat het werkeiland was of is. En ik kende Lelystad vanuit mijn werk, want ik heb bij de dienst ruimtekorting in Amsterdam gewerkt. En een beetje van, nou, Lelystad deed mee om de woningtekort van Amsterdam op te lossen. En in die zin kende ik Lelystad wel, maar van het werkeiland, dat wist ik eigenlijk helemaal niks. Daar ben ik ook gewoon heel eerlijk in. Dus ja, dan kijk je er vanzelf anders tegenaan. Ja, nou is er ook een nieuwbouwplan, hè, op het werkeiland. Er is al een nieuwe woontoren neergezet, er komt nog één. Wat vind jij daarvan, nu je al die verhalen kent? Dat past daar niet. Het is veel te groot. Kijk, je ziet het nu al aan de Cornelis, hè, die nu ook 2 jaar klaar is. Mensen zullen vast met plezier daar wonen, dat geloof ik. Maar ja, het is gewoon veel te groot. En als er nog zo'n groot ding ernaast komt, of eigenlijk 2 gebouwen willen ze ernaast zetten. Nee, dat past niet. Dat drukt eigenlijk al die kleine huisjes gewoon weg. Ja. Nou goed, alles over de geschiedenis van het werkeiland is te vinden in jouw boek. Het historisch hart van Lelystad ligt op het werkeiland. Is nu verkrijgbaar bij alle boekwinkels. Ton Konijn, schrijver van dat boek, heel erg bedankt. En ontzettend veel woonplezier op Lelystad. Oké, dank jullie ook.